Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Een tijdje terug hebben we al een video opgenomen voor Flikvlak, maar vandaag gaan we een stapje terug en gaan we voorbereidingsoefeningen laten zien voor de Flikvlak. Dus laten we maar beginnen. Bij Flikvlak is het belangrijk dat je je heupen en je schouders opengooit. Daarom hebben we twee oefeningen met dit matje en deze mini airtrack. Probeer je heupen zo ver mogelijk omhoog te gooien. Als je het naar achter springen nog een beetje spannend vindt, kan je een steentje in je rug gebruiken. En wij hebben daarvoor een rol. Een andere oefening is met matjes de blokkenkuil in. Bij Flikvlak beweeg je van bol naar hol naar bol en daar zijn verschillende oefeningen voor om dat te oefenen. Bij deze oefening gebruiken we een trampoline en daarbij maken we de Flikvlak tot een bolle houding en daarvoor hebben wij een blok. We doen nu de Flikvlak helemaal tot stand en we gebruiken een trampoline voor extra vaart. Zorg ervoor dat je je armen fel mee omhoog neemt zodat je vaart krijgt en zorg ervoor dat je goed duwt. Als je arabier voor je Flikvlak wil doen, is het een goede tip om deze oefening te doen. Bij deze oefening maak je een arabier en spring je tot rugleg op een mat. Succes met oefenen! Yay! Dit waren alle oefeningen die wij hadden. Hopelijk hebben jullie er wat aan. En dan zien we bij de volgende video terug. Doei!